Koninklijk bezoek op de Schelling, nieuwe bedrijven in Midsland en Sabine Pater in Torenpraat. Welkom bij het De Schelling TV-journaal van zaterdag 8 april. Woensdagavond is er een nieuwe stap gemaakt in de politieke crisis op de Schelling. Alle partijen hebben unaniem een motie aangenomen waarbij men heeft toegezegd alles te doen om uit deze politieke crisis te komen. De motie was ingediend door de PvdA samen de Schelling en het CDA. VVD en Plaatselijk Belang stemden voor de motie. Wij zijn allemaal zeer verheugd en ik wil alle fracties en alle raadsleden hartelijk danken dat ze deze motie net ondertekend hebben. En dat we hier op deze avond het traject ingaan met z'n allen en hopen en zien uit naar een goed uiteinde. Want dat verdient de Schelling dubbel en dwars. Ook de burgemeester en de wethouders hebben aangegeven zich in te zetten om tot een oplossing te komen. Ik vind het wel heel mooi dat ik hier dan als voorzitter een klap op mag geven. Aangenomen. Grootse plannen voor een internationale kenniscampus op de Schelling. De gemeente Ter Schelling, NHL Stenden en FB Oranjewoud hebben een intentieovereenkomst getekend om te komen tot een brede kenniscampus. Samen met het bedrijfsleven wil men gaan werken aan projecten op het gebied van waddengastronomie, duurzaam toerisme en klimaatadaptie. Als locatie heeft men het perceel voor ogen waar nu het oude Hotel Victoria en het gebouw op palen staan. Men gaat dit jaar gebruiken om ideeën uit te werken. Beschik je niet over de juiste papieren om in de horeca te werken? Er is nu een nieuwe mogelijkheid om dit in een werkomgeving te doen. Een aantal ondernemingen heeft samen met het Friesland College en ROC Friese Poort een opleiding opgezet. Het project heet Gastvrij Friesland. Op de Schelling nemen Rederij Doekse, Hotel Walvisvader, Hotel Skielge en Hotel Bosrijk deel aan het project. Er zijn 3 opleidingen. Kok, gastheer, gastvrouw en manager, ondernemer. En je kunt direct aan de slag. Kijk voor meer informatie op www.gastvrijfriesland.nl. Donderdag kwam het persbericht naar buiten dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima de Waddeneilanden gaan bezoeken in mei. Burgemeester Caroline van der Pol, ja, leuk nieuws. Heel erg leuk nieuws. Verrassend voor al onze 5 Waddeneilanden. Ja, vertel, wat gaat er gebeuren? Het koninklijk paar gaat een 2-daags bezoek brengen aan Texel, Vlieland, Ter Schelling, Ameland en Schiermonnikoog. En dat zal plaats gaan vinden op 9 en 10 mei. Dus net na 4 en 5 mei en de kroning van koning Charles, dan komen ze naar de Waddeneilanden. Ja, ze komen inderdaad 2 dagen naar de Waddeneilanden. En wij zijn er in het diepste geheim al een tijdje mee bezig als waddenburgemeesters. En ook de commissaris van de koning uit Friesland en Noord-Holland. En er is een mooi programma in elkaar gezet. Dus de puntjes moeten nog op de i gezet worden. Maar we gaan ons van onze beste kant laten zien. Ja, wat is er wel al bekend? Ik weet nog niet precies wanneer het programma van minuut tot minuut bekendgemaakt wordt. Maar dat ga ik nu dus ook nog niet verklappen. Nee, maar de 5-daags bezoek. 2-daags bezoek aan 5 eilanden. Dus het wordt eerlijk verdeeld? Het wordt redelijk eerlijk verdeeld. En het zal ook inderdaad een afgewogen programma worden. Zodat we niet op elk eiland exact hetzelfde zullen gaan doen. Nee, maar oké. Dus wat moet ik me er verder bij voorstellen? Nou, ik denk dat het hele mooie aandacht is voor de Waddeneilanden. En dat we ook kunnen laten zien wat ons nu zo uniek maakt. En uniek positief, maar misschien ook wel negatief. Want ook het eilandleven vergt wel wat van mensen. Als je bijvoorbeeld de huisvesting neemt, als je onderwijs neemt. Dat zijn zaken die echt een grote rol spelen op zo'n eiland. En het is goed als het koninklijk paar ook kan zien wat er hier leeft. En waar we mee te maken hebben. Ja, dus dat is ook een beetje het doel erachter. Het is niet gewoon leuk, maar het is echt een werkbezoek. Het is een werkbezoek van het koninklijk paar, ja. Ja, dus geen Koningsdag natuurlijk. Het is niet spelletjes doen, maar echt dingen bezoeken. Echt dingen bezoeken, ook echt met inwoners spreken. En horen en zien wat er leeft op de eilanden. Ja, nou is de koning hier natuurlijk in 2019 ook geweest. Toen was alles nog strikt geheim tot op de dag zelf. Dat is nu wel een verschil. Dan is er straks ook wel publiek bij, denk ik. Ik neem aan dat er ook publiek bij is, maar ik neem ook aan dat er ook beveiliging bij is. En
hoe dat er allemaal gaat uitzien, dat weet ik nog niet. Dat horen we in de komende weken? Het programma wel, de beveiliging waarschijnlijk niet. Nee, dat blijft geheim. Ja, waarschijnlijk, ja. Er zijn de afgelopen week weer een aantal nieuwe bedrijven geopend in Midsand. Tijd om even een bezoekje te brengen. Midsand is veranderd. Dan zul je zeggen, hoezo veranderd? Nou, er zijn al wel wat wijzigingetjes in winkels en nieuwe zaken. En voor degenen die hier nog naar Midsand moeten toekomen de komende periode, de komende zomer of met de paasdagen, zijn we ze even langs enkele winkeltjes gegaan. We zijn nu op de plek waar vroeger Rosenberg zat, de boekhandel. Maar daar is nu gekomen Schokmans met Ingrid en Sinti. Waarom Schokmans? Ja, waarom Schokmans? Is het een oude droom of zo dat je dit wou... Ik ben erin geluisterd. Je bent erin geluisterd, oh. Sinti. Ja, zo zou ik het wel zeggen. Ik ben 8 jaar geleden met chocola begonnen op de Wal. En ik ben 1 jaar geleden heb ik besloten om naar Terschelling definitief te verhuizen. Maar jij wou echt iets met chocola gaan doen? Jazeker. Ja. Ik wilde chocola echt uitdragen. Ja. Ja. En waar draagt zich dat nu in uit? Gewoon hele lekkere bonbons te maken, workshops te geven. Mm-hmm. Iedereen die kan daar gebruik van maken. Oh, dus ja. Chocola is een heel omvattend begrip bij jou? Ja. Ja. En wat is jouw rol dan? Verkoop je het alleen of maak je het ook? Ik maak ook bonbons inderdaad. Ik heb een paar smaken ontwikkeld en die liggen nu in de toonbank. Is het nou moeilijk eigenlijk, bonbons maken? Volgens mij is het heel veel proeven en heel veel proberen. Klopt dat? Ik denk dat het belangrijk is dat je goed kunt proeven en de smaken. Dat mensen ook de smaken kunnen waarderen. Ja. Jullie verkopen nog meer dan alleen bonbons, zag ik. Ja, weet je, kijk, als je alleen chocola verkoopt, mm-hmm. dan mensen komen binnen. Als ze dat dan net niet op hun netvlies hebben, dan vertrekken ze weer. Nou zijn jullie 2 weken open. Je hebt eigenlijk nog maar 1 weekend gehad dat er mensen waren. Ja, vorige week waren ook wel wat mensen. Dit is de eerste week zelfs. Dit is de eerste week? Ja. Dus de paasweek is het echt aftrappen. Dus het is heel hartstikke spannend. Ja, zeker weten. Ik hoor, jij geeft ook workshops, maar wat voor workshops? We maken bonbons en natuurlijk met de paasdagen of andere feestdagen gaan we natuurlijk naar een speciaal item toe natuurlijk. Het lijkt heel simpel, paaseitjes maken, maar de mensen komen daar heel vaak van terug. Denk, wow, dan krijg je toch wat meer respect voor paaseitjes. Dus je kunt ook nog wel actief bezig zijn hier? Het is zowel voor de eilanders als voor de gasten. Ja. Jong en oud? Ja. Je voelt je helemaal thuis weer. Ik voel me helemaal thuis, jazeker. Nou, even langs gaan als je toevallig trot bent. Of in eilanders mogen je natuurlijk langs. Hartelijk dank. Wij gaan door naar een nieuwe zaak. En dan komen we weer bij een nieuwe zaak. Waar vroeger passie zat, zit nu... De bakkerij? Schelling, ja. Ja, van Boudil en Sascha. Hoe lang zijn jullie nu al open? Een weekje. Vorige week zaterdag hadden we de opening. Morgen zondag hadden we even een rustdagje. Ja. En sinds maandag... En het zit goed vol hier, moet ik zeggen. Ja, het loopt lekker door. Ja. Ja. En het is nog alleen maar vrijdag. Ja. Ja. Goedenavond, morgen en ook morgen weer. Ja. Zullen jullie zondag ook open? Nee, zondag dicht. Dat is onze enige dag dicht, ja. Hoe komen jullie erbij om dit te beginnen? Nou, eigenlijk de combinatie van ons tweeën. Ik wilde heel graag voor mezelf iets beginnen. En Sas ook. En Sas is patissier. Oh, je bent... En dus werd het dit concept. Eigenlijk heel snel hebben we dat bedacht. Ja, zijn we lekker gebrainstormd over wat er ongeveer... En wat is de opzet? Kun je je brood kopen of is het gewoon... Je kunt je brood kopen, we bakken brood vers af. En voor de rest maken we allemaal heel veel lekkere gebakjes zelf. Nou ja, dat is allemaal zo. Dat doe jij. Ja, ik heb al wat gezien zojuist. En je kunt bij ons ontbijten en lunchen en koffie drinken met een taartje. En als het zonnetje schijnt lekker buiten zitten. En, eigenlijk een beetje in de lijn wat Passie ook al deed. Maar ja, dat was dan meer afhaal, dacht ik. Of... Nee, ook wel in diezelfde lijn, maar wij doen het op onze manier. Het is net weer een beetje anders. Ja. Ja, dat is ook wat makkelijker instappen dan, want de ovens waren er al, of niet? Ja, klopt. Ja, die stond er al. Ja. Deelte wel, maar we hebben ook wel veel zelf nog veranderd. Werkruimte achtergebracht.
gemaakt. Eigenlijk. Ja, we hebben twee maanden lang geklust hier. Ja. Dus, ja. Twee maanden lang? Er is wel veel veranderd. Ja, er is echt een nieuwe werkruimte gekomen waar zij aan het pakken is. Nou, ik vind het wel hartstikke leuk. Het zit gewoon gezellig vol. Ja. Ik vind die rand met die planten vind ik ontzettend leuk. Dat moet ik ook even zeggen. En, maar jullie zijn er altijd open, elke dag, ja, behalve zondag? Behalve zondag. We gaan om 8:30 open, tot 4:00. Tot 4:00? Ja. En dan de hele zomer en ook in de winter? Ja, is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja. Even kijken hoe het loopt, maar dat is wel de bedoeling. Ik twijfel er niet aan dat het succes wordt. Ja. Hartstikke gezellig hier. En, je hebt je tent vol, dus wat kun je nog beter wensen? Ja, we zijn heel blij. Ja. Heel veel succes. Dankjewel. En wij gaan naar een nieuwe zaak en die heet Primera, geloof ik. Primera, ja. En dan staan we in één keer in de Primera, waar vroeger buitenleven zat. Een nieuwe Primera-zaak. En ik sta hier bij Marijn en Els. Klopt. Jullie zijn hier neergestreken met een Primera. Ja. En hoe kwam dat zo? Nou, we hebben hier de naastliggende supermarkt ook overgenomen. En toen kwam ons te horen dat de oude buurman te koop is. En er zit natuurlijk een woning boven. En we mogen vanaf juni volgend jaar ook geen tabak meer verkopen. En de tabaksverkoop is niet heel erg uitgebreid dan meer op de Schelling. Dus we zitten ook mooi in het midden van het eiland en kunnen we dat nog faciliteren. En toen hoorden we ook nog tot ons spijt dat de Rozenberg ook stopte. Ja. Dus vandaar dat we ook uitgebreid hebben met boeken en tijdschriften. En volgens mij is het een verrijking voor het dorp. Dus dat hoop ik dat iedereen het vindt. Ja. Dus jullie hebben eigenlijk een beetje voorgeborduurd uit van hiernaast aan de koop. Wat kunnen wij daar nog bij bedenken eigenlijk? Ja, of eigenlijk wel een beetje. Ja. Ja. We hadden het al wel in gedachten dat we dit eigenlijk al wel houden. Ja. En toen kwam dit te koop. Dus, ja. En we vinden het ook leuke winkels. Ja. Je kunt hier ook geld opnemen en starten. Er zit PostNL in. En we wilden eigenlijk heel veel service en diensten uit die supermarkt halen. Omdat we straks ook overgaan naar Plus. Ja. En dachten we, dan kunnen we in één keer goed de supermarkt verbouwen, het kassaplein veranderen. En dan kan dat service en dienst allemaal veel kleiner daar. En dan kan dat mooi hier. Ja. En dat is duidelijk voor iedereen. Ja. Hoe lang zijn jullie nou open? Ook alweer? Een week? Van om 9:00 vanochtend. Ja. Oh, het is we hebben een primeur, het is de openingsdag. Ja. Nou, het is hier hartstikke. Ik vind het al hartstikke druk. Ja, dat loopt lekker door. Ja. Nou, we zeiden ook tegen de Primera, we willen het heel graag met jullie doen, maar we moeten wel voor Pasen. Nou, dat is dan net gelukt. Ja. Ja, dat is net gelukt, ja. Ja. Maar dat was nog snel hoor. Ja. 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 Het is eigenlijk de sigarenzaak van vroeger, maar dan een beetje plus. Dus echt, want je kunt hier ook staatslood kopen, denk ik, of zo. Staatslood, ja, heel veel noten, ja. Krachtnoten, Lucky Day, ja, van alles en nog wat. Ja. En we hebben ook uitgebreid 2 meter sigaren daarachter. Dus, ook nog? Ja. En, ook nog. Van die vapes, van die e-sigaretten, dat mag in oktober niet meer, maar... Nou ja, je hebt het wel. Krachtnood, nou, het is... Krachtnood ook, ja. Het is, zeker, cartridges hebben we ook. Cartridges. Kantoorartikelen. Ja, je kunt echt van alles krijgen. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. Ik vind het inderdaad wel weer een verrijking, want bij iedereen sloeg het een beetje om het hart van de Rozenberg weg. Dan moeten we helemaal naar West, maar dat hoeft dus niet. Nee. En we kunnen natuurlijk nooit zoveel assortiment als hij in zijn winkel had daar doen. Maar wat we wel kunnen doen is per titel bestellen. Dus als mensen hier aangeven, hebben we de meeste boeken binnen 24 uur, andere 48 uur. Hebben we gewoon een boek, ook enkel stuk, hoeven geen doos voor te vertellen. Dus dat kan, van alles is mogelijk. Geef vooral aan wat je mist. Ja. Spannend vandaag? Ja, spannend, maar heel leuk. Ja. Toen je vanmorgen opstond, dacht je van nou... Ja, het was erg vroeg, maar... dacht je, maar hele leuke reacties. Dus, ik zie ook al wat eilanders die hier zo een beetje komen kijken van nou... Ja, heel blij. Ja. En pasfoto's kunnen we ook maken. Je kunt ook pasfoto's maken. Ja, ook nog. Ja, ja, want Hartman is ook wel. Ja, die is ook wel. Ja. Jackpot. Jullie duiken in het gat wat iedereen hier achterlaat. Ja, precies. Ja, en het leuke van het verhaal is, jullie hebben op Vlieland gezeten met een winkel, met de supermarkt, toch? Ja, klopt. Ja. En gewoon gedacht van nou, ik verhuur het voor de Schelling, of hoe zat dat? Nou, dat was wel nog even iets anders, maar die koopt dan natuurlijk fuseren met de Plus. En we wilden daar heel graag een Plus worden, maar er zit alleen een Spar. En Plus is weer eigenaar van Spar. Dus ACM die zei,
Dat mag niet. Dus we moesten die zaak verkopen. Ah, kijk. Wat natuurlijk altijd wel wat pijnlijk is, als het gedwongen is. Maar als je ziet wat we weer terug hebben gekregen, dan... Dat verzacht die pijn wel een beetje, hoor. Ja. Merk je verschil al? De Schelling en Vliegveld? Ja, natuurlijk. Veel drukker. Ja, natuurlijk drukker. De winkel is ook groter, hoor. Dus qua de drukte per vierkante meter zijn we wel wat gewend. Ja. Ook anders voor publiek? Ook wel. En in de zomer zal het nog wel anders worden, maar dat gaan we zien. Ik ken eigenlijk de Schelling alleen maar van Oerol. Oh. Dus, ik was hier nog nooit geweest dat afgelopen zomer. Dus. Echt waar? Ja. Maar, best wel leuk. Zo. Nou, je gaat het wel beleven, hoor. Ja. Nee, maar wij van Marel spieren wel hier. Wij vinden het ook best wel leuk. We zijn allebei de eilanden hebben zijn charmes, maar je kunt hier wel heel veel dingen doen. Het is hier veel diverser. Je kunt hier alle kanten op, in feite. Ja. Nou, we hebben helemaal geen tijd voor, maar het zou kunnen. Ja. Nou, heel veel succes. En zo te zien wordt het ook een succes. Ja, dat ook. En deze week weer een torenpraat. Torenpraat en in deze editie Sabine Pater. Sabine, welkom. Dank je. Mooi dat je even tijd vrij kon maken, want jullie zijn erg druk volgens mij op dit moment. Ja, klopt. Sabine, wat was voor jou de eerste keer dat je op de Schelling kwam? Als kind zijn we heel veel op de Waddeneilanden geweest met mijn ouders. Ja. Vlieland was favoriet, maar Ter Schelling zeker ook. Was favoriet, zeg je ook, hè? Ja, heel precies. Goed. Ja, dus nu zit Ter Schelling natuurlijk hoger op het lijstje. Ja. Ja. En ben je daarna nog weer teruggekomen? Ook nog vaak gekampeerd en op vakantie geweest. Maar eigenlijk sinds 2006 is vooral mijn relatie met Ter Schelling via Oerol. Ja. Ja, want je bent op een gegeven moment met Oerol in Aanrijk gekomen, gaan werken, vrijwilligerswerk. Hoe is precies, het gegaan? 2006 was mijn eerste jaar. Ben ik begonnen als vrijwilliger. Mm-hmm. Ik zat toen eigenlijk tussen twee opleidingen in. Ik had aan de universiteit gestudeerd. Ik was aan het zoeken van wat zal ik gaan doen. Ja. Ben ik een jaar veel gaan vrijwilligen bij allerlei festivals. En toen dacht ik, hier wil ik gaan werken later. Dus ben ik nog een hbo-opleiding gaan doen om wat meer in de praktijk dingen ook te kunnen leren. Ja. En zo is het balletje een beetje gaan rollen tot ik uiteindelijk bij Oerol terecht kwam. En dat doe je nu al een x-aantal jaar, ja. Maar je bent op een gegeven moment binnengekomen. Wat ben je gaan doen toen je binnenkwam? Als eerste was ik creatief producent van het atelier. Ja. Het project dat we samen doen met Over het IJ Festival. Dat was mijn eerste klus echt voor Oerol. Maar zelfs daarvoor, 2010, 2011, heb ik ook al voorstellingen meegemaakt. Toen nog de paspoortroute heette, de expedities. Ja. Dus toen al heb ik zelf ook dingen mogen maken voor het festival. En nu ben je dus ook echt daarna fulltime gaan werken, toch? Ja, precies. Ik ben begonnen dus als freelancer en sinds 2014 ben ik in dienst bij Oerol. En inmiddels alweer een mooie sprong gemaakt. Precies, ja. Dat is ontzettend leuk om zo in die 10 jaar eigenlijk een hele eigen carrière te doorlopen bij Oerol. En ondertussen sinds januari artistiek leider van het festival. Ja, het stond ook onlangs in de Ter Schellingen. Zeker, ja. Dus gefeliciteerd met die stap. Nou kom je gelijk ook wel weer op een punt dat je zegt van dit is weer heel veel vernieuwing. Nieuwe locatie. Ja, het nieuwe festivalhart dit jaar is bij West aan Zee, bij Paal 8. Ik kan je de nieuwe naam onthullen als je wilt. Tuurlijk, dat horen we graag. Ja, het wordt De Deining. De Deining. Ja. Dit jaar kan je 's ochtends vroeg tot 's avonds laat terecht bij De Deining voor muziek, storytelling, talks, straattheater ook daar. Zowel op het stuk bij de parkeerplaats als op het strand. Dus de nieuwe festivallocatie, Paal 8, heet De Deining. De Deining, ja. Dat pakken we even mee deze. Ja, toch? Helemaal top. Ja. Maar daar is van alles te doen. Ja. Eigenlijk weer het festival hart, maar dan zoals het vroeger op de Westerkijn was, maar dan daar. Ja, wat we hopen is dat we alle goede dingen combineren op een nieuwe plek. En dat iedereen daar zich welkom voelt. En dat we samen met heel veel eilanders en heel veel trouwpubliek daar een mooie plek neer gaan neerzetten. Nou, ik heb er alle vertrouwen in. Ja. Ik heb er in ieder geval al weer zin in. Ja. Nog even het warme weer en dan gaan we die kant op. En jullie krijgen
ook net weer in de pers gekomen. Jullie krijgen ook hoog bezoek. Ja. Koningspaar, ja. Willem-Alexander en Maxima. Op 9 mei komt er inderdaad hoog bezoek. En Triater zal daar een voorproefje spelen in het Tonnenloods. Van een nieuwe voorstelling die tijdens Oerol in première gaat. Ja, dat is wel cool natuurlijk. Ja, zeker. Zomaar even nog voorbij. Ja, nee, aandacht genoeg voor Oerol. Het is echt heel tof hoe Terschelling en Oerol steeds samen zo in de aandacht terechtkomen. Zowel lokaal als regionaal als internationaal. Het hoort allemaal bij elkaar. Dus je zegt Oerol, zeg je Terschelling, zeg je Terschelling, zeg je Oerol. Ja. Dus en hier in de straat gaat ook weer van alles gebeuren? Ja, er komt weer veel straattheater op West- en in Midsland. We lopen ondertussen langs mijn zoon. Kijk. Komt even kijken. elke dag, elke middag is er weer, net zoals, zoals het was tot en met 2019, veel straattheater. Oude bekenden, Hendrik-Jan de Stuntman, Pieter Post, Jacob Rens. Een mooi project van Nienke van Dieren met de torentjes. Ja. Maar ook veel nieuw straattheater. Wat we met straattheater hopen te doen is dat we omarmen het echt weer door te zeggen het is straattheater. Maar het is wel straattheater van nu. Ja. Dus er zal ook veel muziek zijn, dans, performances en de straattheatervoorbeelden die ik net noemde. En een hele mooie groep uit Frankrijk, Collectief Protocol, die al jonglerend door de straten gaan. Dus je zal, zoals het weer van oudsher was, straattheater overal zien opduiken. Mm-hmm. En naast het straattheater? Wat zijn nou de dingen waarvan jij zegt van nou, dat moet je gezien hebben? Ja, er komt een... Alles natuurlijk. Alles, precies, ja. Dat zei ik vanmorgen ook al. Dus alsof je zou moeten kiezen tussen je kinderen. Maar een voorbeeld waar we hier vlakbij staan is de voorstelling La Spire. Die komt op het Groene Strand. Ja. Ook uit Frankrijk toevallig. En wordt een hele grote circusvoorstelling met een hele grote spiraal. Waaraan 5 vrouwelijke performers hangen en die gaan ontzettende krachttoeren uithalen. En op de betonning dit jaar komt een hele mooie voorstelling van een veenfabriek. Nee, ja. Inclusief eten en eigenlijk gebaseerd op een ritueel uit Vietnam waarbij je met de doden, met de geesten aan tafel gaat. Dus het wordt een muziektheaterspectakel zoals we dat kennen van de veenfabriek. Het publiek gaat samen met elkaar en de artiesten aan tafel. Dat is ook weer heel bijzonder. En er is natuurlijk nog veel meer. Ja. Moeten mensen gewoon ook even op de website kijken. Daar staat het meeste, denk ik, al qua programma. Nou, het programma komt echt online op 2 mei. Dus we op onze socials en de nieuwsbrieven en in de Terschellinger natuurlijk delen we al regelmatig dingen. En binnenkort komt er ook een hele mooie pagina in de show, waarbij het programma gedeeld wordt. Dus eigenlijk kan je daar al lezen voordat het op 2 mei online komt op de website. Nou. Daar gaan we voor zorgen. Ja. We staan inmiddels voor het Wakende Oog. Dus dat is het eind van de wandeling. Je krijgt een dilemma en ook altijd even een cadeautje. Nou, dat proberen we af te stemmen. Ah. En, de meeste mensen bij Oerol hebben hem al gekregen. Ja. Ik dacht van ik vind hem toch zo leuk. En ik vind dat hij bij niemand mag ontbreken. Zeker niet als je bij Oerol werkt. Ja. De oude poster. Moet je eens raden wat mijn geboortejaar is? Nou, 82. Ja. Nu je het zegt. Ja. Supermooi, dankjewel. Ja, heel mooi. Deze poster die verkopen we ook voor de streken. We hebben onlangs €3000 daar nog mee opgehaald. Ja. Dus de streken komt ook weer terug. Ja. Dus mensen kunnen ook nog steeds deze poster kopen. Maar deze is voor jou. Ja. Dus neem hem mee en geef hem een mooie plek. Ja, ga ik doen. En dan het dilemma, Oostervest. Ja, ik heb op heel veel plekken gewoond op het eiland. Dus had ik vanmorgen over na te denken. West, Midsland, Kaart, Landrum, Formeren. Ik ga toch nu kiezen voor Oost. Want ik ga volgende week weer lekker naar mijn Staakcaravan in Formeren. Ja. Daar voel ik me nu heel erg thuis. Nou, dan zou ik zeggen, mag jij richting Oost? Ja. Ik richting West. Yes. Wil ik je bedanken en heel veel succes. Ja, dankjewel. Nee, dankjewel. Hoi. Dit was het dan weer voor deze week. Vond je het leuk? Geef ons dan even een duimpje. Abonneer je direct even op ons YouTube-kanaal en volg ons zeker ook op de welbekende socials. Heb je zelf nieuws of een idee voor een leuk item? Mail ons dan op info@terschelling.tv.
Wil je nog meer Terschellinger nieuws? Neem dan een abonnement op Weekblad de Terschellinger en ga hiervoor naar www.deterschellinger.info. Leuk dat je keek, prettig paasweekend en tot volgende week.